Sony Media. Een hele goede dag weer. Welkom bij Ruben. Ruben. Pakken de rust. Nu hebben we 4 keer Ruben gezegd. Ja, maar we zijn, weet je. En er is er maar 1. Ook wel weer grappig. Absoluut. We hebben het geprobeerd. En het is niet helemaal goed gegaan. Dat komt ook omdat we een speler missen. Ruben is vol in opnames nu. Ik kan het gewoon niet. Ik kan het spelletje niet meespelen. Hij is zijn zak aan het vullen. Ruben is weer ergens zijn zakken helemaal aan het vullen. Ja. Zijn bankrekening loopt bij een fysio. Die moet gekraakt worden. Zo vol gepompt wordt dat met geld de hele tijd. Ja. Maar dat zie je voor welk programma het is, maar het is voor een van zijn 100 programma's. Dat zie je toch ook aan die achtergrond als hij thuis zit. Waar woont hij? Op 20 hoog? Dat is een penthouse, dat moet. En ik weet het niet eens meer welk. Hij woont op een etage van een flatgebouw. En die etage heeft ook nog een penthouse. En een gastenverblijf. En hij is 2 of 3 keer zijn kinderen daar kwijtgeraakt. Hebben ze uren naar gezocht. Die zaten gewoon in een kamer te gamen. Maar zo groot is het. Nou goed. Zijn onze zaken verder niet. Ik zit hier in mijn bunker. Ja, precies, in je bunker. Ik ben ook thuis. Morgen ben ik weer op pad. Maar dan kunnen we even relaxed door de wedstrijden van gisteren heen. Om te beginnen, Kroatië-Albanië. Wat 2-2. Een wedstrijd, hè? Ik vond het wel echt genieten, hoor. Het is wel spektakel weer. En weet je wat zo lekker aan die Balkan-types is? Ze zijn zo knijten enthousiast. Ja. Oh, weet je, die Albanese. Dat scoren, dat is al een overwinning. Weet je, die landen hebben zo lang in het verdomhoekje gezeten. En problemen met identiteit en onder een juk. Nu op zo'n toernooi, iedereen staat achter die team. Die coach ook van hun, die is een Braziliaan, hoorde ik. Die is ook bloedfanatiek, zeg. Echt. Het was echt genieten. En dat weer snel gescoord, Albanië. En dan, En heel laat. En heel laat weer. Maar dat hij dus die eigen goal maakt. Dat was echt in 6 minuten een diepste dal. En daarna weer eruit. Het was wel echt schitterend. Ja. Duitsland kunnen we kort over zijn. Was weer zakelijk en goed. Degelijk. Het is een supermarkt waar je niet tegenop kan. Voordelig. Goede kwaliteit, prijsverhouding. Hey, daar is die. Oh, daar is hij. En dan misschien moet je even zo doen. Ja, maar hij zegt net je van niet. Schuin. Hij zegt dat ik zo moest doen. We hebben je uitgebreid besproken hoe druk je het hebt met je vrijwilligerswerk. Je bent nu weer ergens een tent het opzetten. Het is allemaal heel goed. We gaan dozen uitdelen hier in de buurt. Heel goed. Oh, mooi. Dozen. Wow. Allemaal dood. Voedselpakketten. Zijn mensen aan het werk aan het helpen hier? Wat goed. Ja. Het is handen uit de mouwen dan. Wat ben je aan het doen precies? We zijn met Lego Masters neergestreken in Wijk aan Zee. En ze hebben een hele spectaculaire opdracht net te horen gekregen. Maar daar mag ik nog niks over vertellen. Nee, precies. Wij zaten bij Duitsland-Hongarije. Dat het zakelijk was en dat Duitsland een beetje een supermarkt is waar je als kleine ondernemer niet tegenop kan. Groter, beter, degelijker, die tweede goedkoper. Goal. Die tweede goal was ook zo. Ja. Ik wil wel. Oké. 2-0. Wilt u daar nog zegeltjes bij? Papam. Ik tik dat ook. En dat brengt ons bij het klapstuk van de avond. Wat heb ik me daarin vergist, zeg. Schotland, Zwitserland. Wat een
klasse. Wat een partij om je vingers maar af te likken. Daar kon je ook als commentator je tanden inzetten. En dat brengt mij bij jou gisteren. Daar zat je dan. Tussen de voetbalkenners. Nou, je deed het goed hoor. Was hartstikke leuk om naar te kijken. Het is natuurlijk ook wel zo dat wij jou beter kennen. En ook wij weten wat er achter de schermen gebeurd is. Dat je op het laatste moment andere dingen wilde. Dat je zei, oh nee, maar heb je dat fragment niet? Maar ik zoek een fragment uit 1997 van de derde divisie in Engeland. Hè? Hebben jullie dat niet? Had ik me serieus voorgenomen om dus de hele carrière van Jurie Mulder uit mijn hoofd te leren. En dan de hele tijd bruggetjes te maken naar zijn carrière. En dan vlak van tevoren, dat doet me denken aan toen Jurie nog bij Twente speelde. Hebben die beelden? Nee. Maar dat je de vraag stelt, hebben die beelden? Nee. En door. Want hij had zaalvoetbalbekers gewonnen en dat soort dingen. Hij begon bij SDO Bussum. Dus daar zijn heel veel niet-beelden van. En daarom dacht ik... Precies. Ja. Hey, heb jij Ravo van der Vaart nog even gesproken? Die heb ik nog even gesproken, ja. En hij had wel een mening over onze podcast. Oh. Ja, kijk maar even mee. Oh, echt waar? Oh, leuk. Ja, hoor. Jij was wel een beetje verstand. Die andere twee rijden misschien niet. Helemaal niks. Hoor. Nee. Dus dat. Hoezo? Ja. Top. Ja. Wat weet ik niet? Wat weet ik niet wat jij, wel weet? Ja, ik weet heel veel van voetbal. Alsof Ravo van der Vaart eigenlijk overal mislukt. Overal. Ajax, weg. Nee, hij is toen door Zlatan uit het elftal gespeeld. Real Madrid, mislukt. HSV, gedegradeerd. Tottenham, ik bedoel... heeft hij ooit iets gewonnen met Nederlands elftal? Helemaal niks. Hij vertelde mij gisteren buiten de opname, omdat hij heel groot fan is van Perfecte Plaatje. Ja. Oh, dat wil ik wel. Ik weet dat toen hij bij Madrid kwam, dat het was een bestuurlijke chaos. En daar was niemand slaagde daar. Niemand. Nee. Robert niet, Sneijder niet. En hij is door Zlatan het elftal uitgetrapt. Heel naar. Hebben we gewoon geblesseerd gemaakt. Dit was dit in de kleedkamer. Verschrikkelijk. En bij HSV, wat met het materiaal wat ze daar hadden. Geweldig. Waanzinnig gedaan. En bij de Spurs is het in elkaar. Maar het is wel echt leuk trouwens om daar te gast te zijn. Het was, je zit dus in een tentje naast de studio. En dat is zo'n festivaltentje waar dan wel muurtjes in zitten. Maar als het koud is het ook koud. En als het warm is het ook echt warm. En dan zit je dan in zo'n Hollandse verjaardagssetting, zo'n halve kring om de tv. En dan zit daar links van, zitten er drie super jonge, snelle redacteuren die heel snel met camera's beelden opvragen en knippen en plakken. En dan zeggen Jurie en Rafael zo vanaf die bank. Dit is een mooi moment. Doe deze er maar in. Ja. En voor het eerst was ik daarbij. Ik vond het zo kicken om te zien. Mocht jij dat ook? Ja, ik had alleen geen goed idee. Dus ik zei, is dit? Nee. Nou, wat je wel leuk hebt teruggebracht, is de top 3, die vroeger de top 5 was. En Ruben Nicolai zou Ruben Nicolai niet zijn als hij daar toch dan weer mensen achterliet met een lastige erfenis. Het is namelijk, het moeten wel fragmenten zijn. Ja, los het maar op. Ja, en los ervan op. Dag. Ik ga nog even naar de kapper. Heb je nog even een... Jij bent tussen gisteren en vanochtend... ben je ook nog naar de kapper geweest? Wanneer slaap jij? Nee, gisteren ook al, Ruben van der Meer. Je kan een beetje interesse tonen. Oké, terug naar het EK, jongens. Vanochtend stond in de Volkskrant... die hebben een onderzoek laten uitvoeren, de Opta... wat de meeste waardevolle oranje speler aller tijden is. Zijn ze uitgegaan van 25 wedstrijden of meer, invalbeurten. En het is vanaf 1954. En dan mogen jullie eens even een wilde gok doen. En Johan Cruijff staat niet op één.
Ik heb, ben er even langs gebladerd, maar ik moest ook nog weer weg. Ik zag wel, de meest gespeeld was Wesley Sneijder. En Robin van Persie, ja, de meest gescoord. Ja, klopt. Maar of die een van hun op één staat, dat weet ik niet. Meest waardevolle speler. Nee. Zei je ja? Of een van twee van de, op één? Nee. Nee, ja, ik zei dat Wesley Sneijder het meest gespeeld had en Robin van Persie heeft het meest gescoord. Maar het gaat om spelers met de meeste punten per gespeelde wedstrijd voor het Nederlands elftal. Minimaal 25 interlands oefenwedstrijden uitgezonderd. Arjen Robben die staat er eentje onder Cruijff. En wat ook nog wel interessant is om te zien, is dat in de top 15 nog drie spelers staan die actief zijn. Oh. Frenkie de Jong, helaas geblesseerd. Denzel Dumfries staat heel hoog, namelijk op de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e plaats. En Virgil van Dijk, die staat ook nog aardig hoog. Eén plaatsje boven Piet Schrijvers. Maar de meest waardevolle oranje speler aller tijden is... Dirk Kuyt. Wow. Dirk Kuyt, ja. En dat komt omdat hij meedeed aan 5 eindtoernooien. En Van Marwijk liet hem tijdens het WK in 2010 op weg naar die tweede plek alle duels spelen. En Van Gaal die zet hem in 2014 op 3 posities in. Dus ja, Dirk Kuyt is de meest waardevolle speler van Oranje aller tijden. Ik maak de top 3 even compleet. Gerald Vanenburg op 2. En Ryan Babel op 3. Nou, die zou... Dat had ik eerder... En Ruud Gullit vinden we pas op plaats 31. Kan dit? Maar, persoonlijke noot. Meest waardevolle speler van het Nederlands elftal aller tijden. Hij heeft het geweldig gedaan bij Utrecht, bij Feyenoord, Liverpool. Ja, daar is het een legende. En natuurlijk Turkije. Oh, Turkije, daar was hij ook zo populair. Toen ging hij weer terug naar Feyenoord. En toen maakte hij zijn kampioen. Hij heeft het overal echt perfect gedaan. Yes, Dirk Kuyt. Good for you. En toen kon hij naar de... Ja. Na 4 wedstrijden stonden we 17. Het is toch ongelooflijk. En dan lees ik ook weer dat hij de meest waardevolle speler aller tijden van Nederlands elftal is. Ja, lekker dan. In Den Haag noemen wij hem ook hetzelfde zoals ze hem Turkije noemen. Dirk Kuyt. Komt uit Schot. Maar het is zo'n sympathieke gozer ook. Dus ja. Zo sympathiek is hij. Ja. Nee, is hij ook. Is hij zeker, ook, is hij zeker. Ook, is hij ook. Maar goed, hij heeft het 1 keer niet goed gedaan en ik weet precies nog waar dat was. Ik had het net eventjes heel even kort over het kapsel van Ruben Nicolai. En eventjes dat ik geen verstand heb voor voetbal. Hallo. Ik heb een oog voor kapsels. En bij grote toernooien zijn er altijd uitgesproken kapsels. We weten natuurlijk de Bolletelli, de Hanekam, Beckham had hem ook. De vlechtjes, de kraaltjes, daar komen ze weer terug. Of kleurtjes, weet je wel, even, dan wil je opvallen. Dit EK hebben de kappers gekozen om te knippen met de punt naar onderen. Let maar eens op. Met de punt naar achter, ja. Van achter is er dan niet meer gewoon een... Dat het gewoon lekker geleidelijk zo omhoog, overal. Nee, moet maar eens op al veel achterhoofden is er een punt. Ga maar eens opletten. Het is een beetje trainspotting haar. Ja, het heeft... Een beetje junken. Ja, ook die junken in Schotland haar. Van die korte ponnetjes. Ja, dat zie je bij Bart van Brugge. Ja, ja. Onze keeper heeft ook zo'n lekkere pony. Ja, dat is toch Europapa Joost Klein invloeden. Ja. Ja. Maar dat haar van Memphis, daar krijg ik hoofdpijn van als ik er naar kijk hoe strak dat ingevlochten is. Dat zit zo strak gevlochten. Oh, man. Maar Ruben van der Meer, stel jij krijgt je haar weer terug, maar het moet altijd ingevlochten zijn. Ja, hè. Doe je het dan? Dat wil je toch? En dan ga ik ook weer zo'n band. Die ik al
Weet je nog de eindtour? Lama's, DJ Fluffer. Ja, ik weet toen het. Had je ik had hem die band al jaren. Die witte zweetband. Ja. Yo, ik had nog nooit. Jij bent de eerste met wie ik zo'n band heb gezien. Daarvoor had ik het nooit iemand. Niet Andrew Agassi, niet Björn Borg. Nee, niemand. Niemand, nog nooit gezien. Jongens, we gaan even vooruitblikken naar de wedstrijden van vandaag. Ja, één kraker. Ja. Mooie potten. Wie heeft mooie het potten. Schema? Slovenië. Ja. Ik heb het schema. Slovenië, Servië. Waar Tadić weer in genade is aangenomen bij Servië. Ja, en de basis start. Daar moet gewonnen worden. Door allebei. Denemarken, Engeland vind ik ook nog wel een saillant potje. Want ik vind Denemarken toch echt wel fris voetballen. Die hebben ook wel echt wel een beetje een geschiedenis Engeland. Ook hoor. Die hebben echt wel een paar. Paar dingen te kraken nog met elkaar. Die hebben een keertje een 4-3, 7 goals in een wedstrijd tegen elkaar. En het zijn toch die eilandengroepen daar, die vikingers, een beetje dat gevoel. Ik heb daar wel heel veel zin in. En dat vind ik wel grappig, want het is een beetje een vikingerwedstrijd. Ja. En daarna hebben we natuurlijk Spanje, Italië. Ja. Oh, daar gaat het. Ja. Daar heb ik zin in. Ja, ja. Ik word er wel een beetje moe van. Ik vind toch, ik word een beetje moe van die grote landenverering. Want, je vindt het niet eerlijk. Denkt. Nou, ik vind het gewoon, ik zit over na te denken. Hoe lang ik over nadenk, hoe meer ik voor de kleine man word. Het kleine onbekende land wat gewoon nog juicht uit enthousiasme. En niet die landen die zich erop voorstaan dat ze goed zijn. Zakelijk juichen. Dus ik moet zeggen, zakelijk juichen. Ja, ik heb. Ja, precies. Dat scoren een beetje wegschokken. Weet je, dat vind ik niet heel lekker. Maar ik ga er zeker voor zitten. Ik hoop dat het een kraken wordt van je welste. Want het is natuurlijk wel de wedstrijd uit de pool. Dus dat. Ja, zeker. Ja. Nee, zeg dat wel. Ja, maar het moet wel gewoon goed voetbal worden. Ik bedoel, je hebt die Spaanse aanval. Ja, ik durfde het gisteren niet te zeggen, want ik vind het zo raar omdat aan tafel dan heel erg overtuigd zegt. Ja, ik vind die aanval heel goed, maar ik vind die verdediging niet zo sterk. Die maakt op mij niet zo'n hele sterke in. Dat ik, ja. Hey, doe dat nog eens, dan lijkt je precies op Eus. Dat is een sterke indruk. Ja, zo'n beetje die mannen voor. Ja, je bent Eus. Ik ben Eus. Welkom bij de geknipte gast. Oh. Maar hoezo? Ik praat Brabant. Hoezo ben ik Eus? Ja. Trouwens, het was heel grappig. Ik zag vandaag ook even nog vanochtend nog een voetbal inside stukje. Daar werd een heel lang commentaar gegeven op het commentaar van Marco van Basten. Dus daar werd een analyse gedaan van de analyse. Ja. Ja, dat is nieuw. Dat is ook grappig, hoor. Ja. Ja, precies. De analyticus geanalyseerd. Dat is wel next level. Dat was niet sterk, hoor. Want hij zei gewoon eerlijk, ik ben niet voorbereid. Ik heb gehoord hoe het echt zit. Hij dacht dat hij de vraag kreeg, welke opstelling? En die had hij even niet paraat. Maar hij wist natuurlijk wel alles van het Nederlands elftal. Nee, alleen hij wist die opstelling. Hij dacht, dat is de vraag. Wat is de opstelling volgens jou? Ja. Hij zei het een beetje onhandig, waardoor het leek alsof hij daar wel gewoon was gaan zitten. Wat wel weer grappig is. En wij zijn dit nu ook weer aan het analyseren. Ik ken Marco zo goed. Ja. Maar ik ken Marco zo goed, dat zou hij nooit doen. Van die ene foto? Oh, ja. Ja, ik heb Marco van Basten ontmoet. Ik ga er geen big deal van maken. En ik ga nu ook niet maar zeggen of we wel of geen contact hebben. Dat vind ik zo. En. Zie je? Ik laat me niet uit de tent lokken. Nee, joh. Heb je nog contact met Marco? Praat hij nog over dingen? Is er een klik? Is er, heeft hij respect voor jou? Jij hebt stiekem. Jij hebt stiekem heel snel je telefoon. Wacht even. Ik ga even een filtertje doen. Gaat jullie niks aan? Backhand. Beste nummer. En dan bel. Mijn favorieten. Zijn nummer opgeslagen. En nu zit je op de appen steeds. Hé hey Marco, slaap je al? Hé hey Marco. Ik ga weer echt vrijwilligerswerk doen, Nicolai. Pakken de rust. Heb jij nog een, nog een quote? Ik heb een pracht van een quote. Ik weet niet of ik nu nog in beeld ben. Nee. We kunnen... Nee, gelukkig niet.
Kunnen jullie me wel horen? Ik weet niet. Op zijn telefoon heeft hij een heel ander lensje, want hij heeft een heel smal koppie. Daarom dat het leek dat hij... Is hij nou geknipt weer? Er zit een filter, hier komt de quote. Zit een filter op. Ik leer... Hoor je me nog? Ja, ik hoor je. Ja. We zien je niet, maar ja, we horen ja, je wel. Ja, heel goed. Het is een quote van Ronaldinho. En hij zegt... Ik leerde alles over het leven met een bal aan mijn voeten. Oh. Ik heb nog een quote van Ronaldinho. Oh. Schiet me te binnen. Ja. Mag ik mijn advocaat bellen? Ik heb wel belasting betaald. Tot morgen, jongens. Oké, jongens. Het was weer gezellig. Maak er een mooie dag van. Prettige wedstrijden. Bis morgen. Oké, later. Bye. Bye. Ruben Tijl. Pakken de rust. Hey, vond je deze podcast nou helemaal niks? Oké. Luister dan eens naar Ruben Tijl Ruben, de podcast. Want die is echt goed. We zijn iedere twee weken op vrijdag om 4 uur. Maar als je abonnee wordt via petjeaf.com/RubenTijlRuben, dan heb je voor 2 euro per maand 2 podcasts erbij. En hoef je ons geen vrijdag meer te missen.